Welke periode was de beste tijd van je leven? Ja, ik zou zeggen elke periode. Ik geloof echt dat ik... En dan bedoel ik alles zo'n beetje na mijn 18e of zo. Van voor mijn 18e herinner ik me niet zo heel erg veel. Ja, was school, was leuk, allemaal dat soort dingen. Maar zo'n beetje vanaf het moment dat ik een beetje ging werken en het huis uitgevlucht was. En... Als ik toch even heel streng vraag naar één bepaald moment of een bepaald jaar. Ja, nou ja, je kunt wel strenger vragen, maar het antwoord wordt er niet beter op. Nee, maar als je... Nee, dat klopt. Maar van je 18e tot nu vind ik wel vrij ruim. Kunnen we het iets ja, concreter maken? Ja, maar kijk, het komt een beetje terug op waar we het aan het begin even over hadden. Toen jij mij vroeg, kan je een cijfer geven aan geluk? En, ja. en waar is geluk van afhankelijk? Dat geluk is afhankelijk op verschillende momenten in je leven van verschillende dingen. Nu maak ik me meer zorgen, of zorgen, maar nu realiseer ik me dat gezondheid een groter goed is dan als je jong bent, want dan denk je al helemaal niet aan gezondheid. Zo ben ik door dat hele leven, als ik daarop terugkijk, denk ik van, ik heb eigenlijk heel weinig echte tegenslag gehad. Natuurlijk, mijn ouders zijn doodgegaan en er zijn nogal wat dingetjes die niet per se, dat je denkt van, wauw, wat leuk dat ik dit allemaal mag meemaken. Maar aan de andere kant vormt het je en geeft het je ook weer wat. Maar je hebt geen moment dat je denkt, nou, toen was ik echt behoorlijk zorgeloos of toen was ik echt helemaal... Nee, toen ik jong was, en met jong bedoel ik zo begin 20, was ik misschien het meest zorgeloos. Het maakte eigenlijk niet uit. Ik wist alleen dat ik over 3 dagen ergens moest zijn. Dat was het enige waar je druk over moest maken. Dat was het enige waar ik me druk over moest maken. Dat vind ik. Want een heel enkele keer kom ik een beetje in die buurt. Dat je denkt, het maakt gewoon niet uit. Het maakt niet uit waar we slapen, hoeveel ik drink of er drugs gebruikt wordt of wat dan ook. Het maakt niet uit, want we hebben nog 3 dagen. Precies, er zijn geen consequenties. Er zijn geen consequenties. Over 3 dagen moet ik in Arnhem zijn. Ik noem maar wat. Ja. En tussen deze tijd... Dat gevoel, dat mis ik natuurlijk nog wel eens. Ja. Er is nu toch te vaak is er wat. Vraag 4. Van welke momenten in je leven ben je blij dat ze nooit zijn vastgelegd? Van alle momenten ongeveer. Ik weet niet, maar er zijn van die momenten dat je zeker weet... Dit is een... onaantrekkelijk moment. Bijvoorbeeld, voor bijna iedereen, je komt de zee uit en je hebt dat laatste stukje uit de zee waar al die gebroken schelpjes liggen en wat dan ook, en waar af en toe ook nog een kuil net onder water zit, kun je ook niet zien, want er is altijd een beetje branding. En je kijkt naar zo'n strand waarvan je weet, er zijn een paar mensen die hebben al lang gezien van, hé, dat is toch die gast van... Hoe heet hij ook alweer? Van de televisie. Van de televisie. En je ziet dat iedereen zo'n dingetje in zijn hand heeft. Meestal omdat ze gewoon aan het, weet ik veel, aan het lezen zijn... of aan het appen zijn of aan whatever. Maar ik realiseer me ook altijd... er kan er ook één zijn die denkt, hé, grappig. Dat is die gast van, hoe heet hij ook alweer? Maar laat ik in ieder geval vast een foto maken. En dat soort gevoelens heb ik best wel vaak gehad. Nu is het echt minder, omdat mijn bekendheid natuurlijk ook alweer afneemt. Zeker bij jonge mensen. Maar loop maar eens, als je een beetje bekend bent... 's avonds of aan het eind van de middag langs zo'n terras... waar iedereen aan de drank zit. Ja. Maar is dat dan... Nou ga ik iets zeggen. Misschien sla ik de plank helemaal mis, maar ik ga het toch doen. Is dat jouw truc om dan al bellend dat terras te passeren? Ja. Ik pak heel vaak mijn telefoon op dat soort momenten... en doe dan net alsof ik aan het bellen ben. Ik doe het ook wel eens als ik ergens sta te wachten... en dat ik denk, oh, daar staan er van die mensen om me heen... en ik denk, oh god, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. En dan, sorry, ik moet deze even nemen. Zeg je, hallo Ans. Ja. En het enige waar je voor moet zorgen bij deze truc overigens... is dat je wel even dat knopje op je telefoon uitzet... zodat je niet, terwijl je aan het praten bent, opeens je telefoon echt afgaat. Daar moet je even op letten. Dat zou wel echt fantastisch zijn. Vraag 5. Geloof je in de grote liefde? In de grote liefde wel, ja. In de grootste niet per se. Ik denk dat de liefde van je leven toch heel erg over je leven gaat. En op welk moment van je leven, waar je ook bent... waar je op dat moment kennelijk behoefte aan hebt... in hoeverre je dat met elkaar, die route op dat moment van je leven gezamenlijk kan doormaken of niet. Dus ik heb een aantal grote liefdes gehad,
beleden, hoe je het ook noemen wil. Ik heb begrepen, jouw relaties duren gemiddeld, heb je althans zelf aangegeven, tussen de 3 en de 8 jaar. Ja. Gemiddeld? Ja, misschien zoiets. Misschien. Met jouw huidige liefde of vriendinnetje, of hoe je het dan ook noemt, ben je nu reeds 6 jaar. Wat betekent dat voor de toekomst? Ja, het is geen bank, hè? Het zijn niet resultaten uit het verleden. Nee, het is geen statistieken. Nee, dus dat zegt helemaal niks over de toekomst. Dat zegt niks? Nee. Het zegt niet over de toekomst in die zin dat het dan binnen 2 jaar wel afgelopen zal zijn. Nee, precies. Dan ga ik ervan uit, maar dan ga ik het een beetje invullen. Dat je eraan begint, toch dat het voor altijd is. Ja. En dan blijkt het niet zo te zijn. Nou ja, kijk, het is niet zo dat er allerlei teleurstellingen insluipen waardoor het niet voor altijd is, of omdat het niet voor altijd is. Maar ik vind wel dat je moet proberen, en tenminste dat doe ik, dat als je aan een liefdesrelatie begint, dat je daar niet daar zet je geen tijdsklok op. Nee, dat zou ook gek zijn. Ja. En ben je iemand die veel concessies doet in een relatie? Nou, nee, dat geloof ik niet. Nee. Jij lijkt me ook een type die toch wel stiekem ook lekker een beetje zijn eigen leven wil leiden. En dat je dan met jou mee kan gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker begrijp ik wat je bedoelt. Ik heb, dat is nu niet meer aan de orde gezien mijn leeftijd ook. Maar ik heb toen ik jong was ook nooit kinderen gewild. Dat heb ik dus ook wel zo uitgedragen dat ik daarmee natuurlijk ook, dat het, ja, weet je, dat was ook niet iets waarvan ik dacht, laten we daar nog even over gaan tossen. Ik was daar aan de voorkant, zeg maar, al zo uitgesproken ja, over. Ja, precies. Dat een vrouw die op dat moment zou denken, ik zou heel graag kinderen willen, dat zich dat niet... Dat drukte jij eigenlijk meteen de kop in. Nou ja, die kwam in ieder geval, die dacht zelf al van, ik moet niet bij die man zijn. Heb je daar dan nu, je bent nu iets ouder, heb je daar ooit spijt van gehad? Van kinderloos zijn? Nee, helemaal niet. Nooit? Nee. Nooit? Nee. Nee. Dus dat jij bijvoorbeeld langs een speeltuintje loopt en denkt, oh, had ik het toen toch maar... Nee, begrijp je? Dat zou toch kunnen? Ja, dat zou misschien kunnen, maar dat zou wel heel treurig zijn eigenlijk, denk ik. Als je dan, hoewel je als nee, man bedoel, dan... Nee, ik bedoel, als je een jonge vader ziet. Ik ben laatst met mijn zoontje in de Efteling geweest. En dan ben je ook in de Efteling. En dan zie je mij lekker met mijn zoontje huppelen. Dat je denkt, boah, toen ik zo in midden 30 was... hoe oud zou die nu geweest zijn als ik een zoon had? Is dat nooit iets wat door je hoofd schiet? Nee, wat eigenlijk tot op de dag van vandaag door mijn hoofd schiet... is dat ik, als ik zo'n vader met die kinderen ergens zie... dat ik denk, ach, arme man. Ja. Ik ben blij. Ik ben blij dat ik dit niet heb. Die gezinnen, kinderen. Ik vind kinderen heel leuk, maar ouders niet. Kijk, er zijn leuke ouders, maar die gedragen zich vooral niet als ouder. Maar een ouder, dat is iemand die zegt... Hé, niet doen, kom, hier. Sorry hoor, maar even, waar hadden we het over? Ja. Nee, kom, weg, hier. Dat, gek word je daarvan. Nee. Constant maar bezig met die kinderen. Daar heb ik geen zin in. Dus, ik zeg gewoon, kinderen zijn leuk, maar hou die ouders erbuiten. En nou, dat kan niet, dat snap ik. Nee, het is wel iets wat samengaat op zich. Het is iets wat een beetje samengaat. En dan ben ik blij dat ik dat gewoon allemaal niet heb. En ik gun al die mensen hun kinderen. Maar ik denk nooit, als ik een vader of een moeder ergens in de rij zie staan voor een speeltuin of een andere attractie, stond ik daar ook.